Dit is Novel Caramel. Dat is een echte buskat geworden. Die gaat mij lekker volgen. De coronapandemie heeft zijn tol geëist voor theatermaker Arno Setz uit Ede. Door de verschillende lockdowns en avondklokken liepen zijn inkomsten zo hard terug dat hij zijn huis moest verkopen. Hij leeft nu in een camper en is een zwervende theaternomade. Theatermaker Arno Setz doet de deur van zijn woning in Ede voorgoed achter zich dicht. Vanaf 1 maart is deze witte camper zijn nieuwe thuis. En die stap heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Het afhankelijk zijn van derden. En van derden die er ook, wat mij betreft, ook regelmatig een grote puinhoop van maken. Dat ik daar afhankelijk van ben, dat was een soort betonnen rot wat in mij vroot. En daarom heb ik besloten nu mijn huis te verkopen en verder te gaan in de camper, waardoor ik flexibeler ben om mijn werk voor te zetten. Als ZZP'er kon Setz maandelijks tot 1000 euro noodsteun krijgen. Maar dat was voor hem een druppel op de gloeiende plaat. Omdat je gewoon je vaste lasten hebt, noem maar op. Plus, ik had allerlei theateroptreden staan die dan plotseling weer niet doorgingen. Dan misschien wel weer. En dan ging je weer oefenen, kwam je weer bij elkaar, had je daar weer kosten voor. En dan ging het toch weer niet door. Dat is een yo-yo toestand geweest de afgelopen 2 jaar die mij eigenlijk een soort van metaalmoe maakte. Het feit dat je de hele tijd met een zweep krijgt en op een gegeven moment in een hoekje gaat zitten en ook niet meer weet wat je moet doen. Maar nu neemt de theatermaker de regie in eigen hand. Hij is van plan om met zijn camper door heel Europa te toeren. En dat doet hij niet alleen. Dit is Novel Caramel. Dat is een echte buskat geworden. Die heeft ook heel snel een plattegrond in haar hoofd van waar ze ook is. En dan kan ik haar gewoon vrij laten. Die gaat mij lekker volgen.